Goedemorgen, het is weer een nieuwe dag en ik sprak vanmorgen mensen toen ze gingen zwemmen. Ze zijn meestal rond een uur of negen in de zee, dat het vandaag de heetste dag gaat worden. Nou, we zijn al een paar dagen met de hitte, maken we zelf iced tea. Dus we doen Engelse thee, een zakje, in onze Zweedse percolator. Dat gaat perfect. Snijden een citroen in partjes, kleine citroentjes, die zijn daar uitermate geschikt voor. En doen we in partjes en vier partjes gelijk erin. En dan zetten we een batch thee. En één batch is, ja, de fles is een liter, dus het zal zo 3/4 liter ongeveer zijn. En dan maak ik nog een, zodat ik hem vol kan maken. En de rest laat ik gewoon afkoelen en drink ik zo als thee. En ja, gisteren hebben we datzelfde gedaan. En ja, vanmorgen was hij leeg. Het laatste beetje van gisteren heb ik hier nog. Dus, maar dat is wel erg lekker in dit warme weer op het moment. Ik ga zo meteen, het is nu 10:30. Eerst even vuilnis wegbrengen en het water doet het, zag ik, dus even water opvullen. Ja, ik heb alleen deze 5 liter die moet bijgevuld worden. En ja, zo doen we dat tegenwoordig. Ja, het geluid van deze videoclip was zo slecht in verband met de sterke wind, dat ik het originele geluid verwijderd heb bij deze clip en ik het nu dus even probeer in te spreken. Ik ben blij dat Bo niet zo'n groot hondje is, want anders dan passen mijn, dat was Takkie op de motor. Niet zo'n groot hondje is, want anders passen mijn boodschapjes er niet meer bij. Dus Bo, zeg maar, beslaat de helft van het kistje. En de andere helft zijn nou de boodschapjes. Ja, sinds afgelopen week is het verplicht om een mondkapje te dragen in de supermarkt. Ik heb bij 2 verschillende supermarkten deze boodschappen gehaald. De kleine supermarkt in de haven, daar had eigenlijk niemand een mondkapje op. Dus ik heb gelijk mijn mondkapje weer afgedaan. Ik vind het ding maar irritant. En de grotere supermarkt, ja, daar had wel iedereen, inclusief personeel, een mondkapje op. Dus daar heb ik mijn mondkapje ook maar gewoon opgelaten. Daar komen Bella en Janni in de auto. Ja, aangezien ik hier dus al een hele tijd verblijf, ken je natuurlijk veel mensen. Dus ja, de boodschappen passen dus precies in het mandje naast Bo. Dus dat is wel erg handig zo. Onderweg naar het kampement en ja. Dus we zijn er bijna, hier de bocht om en dan zijn we er zo meteen. Ja, het is bijna 5 uur, we zijn koken, een klein salaatje. Een aardappel, frietjes en een heerlijke lokale pork chop. Dus dat wordt... klaar. Dat wordt genieten. Nou, zul je ook nog moeten eten? Smakelijk allemaal. Onze huiskoeien. Our cows. Bo really doesn't care. Ik weet niet of het op de video overkomt, ik probeer het, maar de bergen zijn roze. In verband met de ondergaande zon.
En die gaat aan die kant daar onder. En het licht van de ondergaande zon weerspiegelt roze op de bergen. Ik weet niet, ik ga moeilijk zien of het op de video een beetje overkomt. Ja, afgelopen middag met vrienden op het terras gezeten. Een paar rozeetjes gedronken. Dus aangezien ik vanavond ook nog even door mijn bil, moeten we nou koken. Dus ik heb een aardappel geschild. En we zijn een paar frietjes aan. Het moet ze in de gaten houden. Anders worden ze een beetje te donker aan één kant. Aardappeltjes schillen en dan hop de pan in. Ik heb al uitjes in balsamico gemaakt. En hier net bij de slager geweest lever gehaald. Dus die heb ik met peper en een beetje zout. Een beetje up de Provence. En een scheutje balsamico. Die staat klaar, die gaat hier naar de pan in. Maar dat heeft niet zo lang nodig. Dus even koken zodat we wat in de maag hebben voor. En klaar. Gebakken lever. Uitjes en balsamico. Frietje erbij. Heerlijk. Dat wordt genieten. Hier staat David aan de kant. Zie ik om een foto te maken van de ondergaande zon. Ja, de zon is ook prachtig hoe die nu ondergaat.